Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 27 januari. Het is 11 uur 31. Ja, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst weer vandaag bij deze mooie vlog. Ik ga eerst even hun uitlaten, dus jullie zien me zo weer. Ja, en toen liep ik al dus alweer buiten, wat jullie wel kunnen zien. Ja, met de twee lieve schatjes van mij. Zo. Nee, kom maar schat, kom maar. Hé, kleine meid. Ja, en inderdaad, ze wordt al inderdaad lekker groot. Ze vindt trekken nog eigenlijk heel leuk, maar komt ook wel weer goed. Ja, dat is heel fijn. Ik krijg een berichtje van wat van Insta, denk ik. Maar oké. Ja. En ik ga lekker even het park in. Ja, dan kunnen ze lekker los. Ja. Nou, ik ben alweer het park uit, bijna. Daar hebben we het park. Dus ik loop er al lekker uit. Hier hebben we een korfbalvereniging. Ja, top. Nee, maar wat heel leuk was net. Er kwamen dus net twee joggers aan. Die passeerde mij. En Lovely die wou er al lekker achteraan gaan rennen. Dus dit wordt een pittige dametje. Maar dat is ook alleen maar goed voor mij. Dus dit wordt alleen maar fijn. Dus dit is een werkhond. Een mallemoed. Hè? Ja, dat zit echt in de. Daar ben ik heel blij mee. Lovely. Hi, Titty. Hi, meisje. Nou, ik ben even lekker aan het uploaden op YouTube. Want ik ben even aardig gisteravond bezig geweest. Want ik heb even drie vlogs in elkaar gebouwd. En ik moet daarna nog even één. Dat is mijn GoPro vlog van mijn fietsvlog. En dan ben ik weer lekker up to date. Ja, en deze vlog 121. Die hebben jullie al lang alweer bekeken. Want die is voor 1 februari. Dus deze is 3, 4, dus deze is weer voor 5 februari. Ja, kun je nagaan. 27-1-2018 opgenomen en deze is voor 5 februari. Maar dat gaat snel. 1, nee 4, even kijken. Ja, wel 5. Ja, zeg ik goed. 1, 2, 3, ja 5 februari dus. Maar dat gaat goed. Ja, want deze is voor 1, die andere is voor 2, 3 en mijn GoPro vlog gaat voor 4. Dus deze is voor 5. Ja, lekker bezig. Hey, kleine meisje. Kleine hondjes worden grote hondjes alweer, hè? Hé, hey. Daar hebben we draakje. Ja, dan ga je die bal slopen. Ga jij die bal slopen? Oh, flesje, hè? Flesje, ja. Lovely, kom dan. Hé, hey, mag ik die fles? Doe eens los. Lovely, kom eens hier. Mag ik die fles van jou? Kom dan, even eens hier. Hai, daar raak je. Ja, goed zo. En los, los. Los, doe eens los. Doe eens los. Goed zo, ga zitten. Ga zitten. 1, 2. Kom eens hier, Lovely. Kom eens hier. Mag ik die fles? Mag ik jouw fles? Dankjewel. Kom eens hier. Ga eens maar zitten dan. Lovely, ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten. Goed zo. Waar kan jij maar zitten? Ja, waar kan jij maar zitten? 1, 2. Kom eens. Lovely, kom eens hier. Ja, mag ik jouw fles? Doe eens los. Doe eens los. Lovely. Doe eens los. Wat zo? Nee. Kom eens hier dan. Zitten. Ga eens maar zitten. Lovely, ga eens maar zitten. Lovely, ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten. Goed zo. Lovely. Lovely. Ga eens maar zitten. Niet? Wacht even. 1, 2. Ja! Blij eien heb jij. Een blij ei.
ben weer even lekker thuis en daar eventjes Roderick er weer op hebben gehaald. En bij de Jumbo. En bij de winkel Jumbo, ja. En ik ben nu dus weer eventjes de GoPro-vlog, de terugreis aan het maken. In de Videopad Editor, ja. En ik heb tot en met dit dan wat dat dus voor de vijfde. Deze wordt dus inderdaad voor de zesde en niet voor de vijfde. Nee. Dus, en dan heb ik nog een andere GoPro. En die wordt weer voor de zevende of zo ergens in die buurt. Dus het komt helemaal goed. Jullie vervelen jullie niet op mijn kanaal. Dat sowieso niet. Dus ik zou zeggen, dankjewel. Tot zometeen. Strakjes, weet ik veel. Joehoe, joepie. Zo, inmiddels is het alweer 7:15 in de avond van 27 januari 2018. Ja. Mijn tweede GoPro-vlog is aan het renderen. Ja. En als die klaar is, dan gaat die weer op YouTube voor 5 februari. Dus ik ben lekker bezig vandaag. En Roderick die komt nog zo meteen. Die heeft even moeilijk, want hij heeft een WhatsApp of een brief gekregen. Dat is me niet helemaal duidelijk. Dus hij zit er even helemaal doorheen. Dus dat komt ook wel weer goed. Dus daar ben ik ook weer een hele goede vriendin voor. Ja. Dus daar wacht ik eventjes op. En dan gaan we zo meteen nog zaapjes eten. Ja, hallo Karin. Ja, ik ben er weer. Ja, ik ben weer even wazig. Ja, ja. Dus nee, daar wacht ik eventjes op. En dan even kijken. Ik ga, ja, weet je wat? Ik ga gewoon even bellen waar die is. Ja, gewoon even met jullie erbij. Ja. Dat is ook wel even zo gezellig. Ja, waarom niet? Ja, toch? Even kijken wat hij gaat zeggen. Horen jullie hem ook eventjes. Als hij een beetje duidelijk te verstaan is. Ja. Even kijken hoor. Hey, wat is zo? Binnen nu en 10 minuten of binnen nu en een half uur? Binnen nu en een kwartier. Oké, gezellig. Ja toch, ja. Ja, gezellig. Mooi. Zeker, ja. Is goed, tot zometeen. Tot strakjes. Dag, doei. Dus jullie horen het binnen nu en een kwartiertje is hier bij me. Dus hij is rond hier rond 8 uur. Dus we zien hem ook zometeen weer. Nou, zoals jullie zien ga ik even lekker de alles doen. En ik ga eventjes mijn camera even goed draaien. Ja, dat jullie het even wat meer zien. Wat ik zeg. Kijk, dat is handig. Ja toch, kun je het vinden? Kom hier. Heb je hem? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee, even lekker de alles doen. En ik heb ook even een ander schuursponsje voor... En voor de koekenpan eventjes de onderkant weer even mooi glimmend maken. Dat moet ook gebeuren vanzelf, hè? Oh, was jij er ook? Nee, dat is mooi. Ja. Ja, en wat ben je allemaal aan het doen? Vertel het eens. De afvalbak. Ja, dat en dat horen ze. De afvalbak gaat weer mooi. En welke afvalbak? Wel de PMW afval. Ja. Dat is voor de afvalloop.nl. Ja, maar die weten ze. Maar ik heb toch een mooie opdracht nog straks voor jou. Als je die zou willen uitvoeren straks. Ja, als je even een momento hebt en als mijn ding even zo meteen leeg is, dan mag je erbij. Is goed. Dan mag je erbij. Ik wil eerst dit even een beetje. Wie? Nou, heel snel. Nou, dan haal je dat ervan af. Goed zo. Je leert het nog wel. Houdt die hoor. Roderick is een grote jongen. Ja. Lijkt zo. Zo. Ja. En wat zijn jullie lievelingsklusjes in huis? Die van mij? Koken. Het is toch een klusje wat je moet doen. Eigenlijk.
eigenlijk sinds dat ik weer met, ja, gewoon eigenlijk sinds dat ik met Roderick omga, kook ik eigenlijk wel eigenlijk elke dag, hè? Gezond ook voor jou. Ja. Soms een beetje te gezond naar mijn smaak, maar je maakt altijd weer iets bijzonders van. Net zoals de bami. Ja. Word je ook erg lekker. Ik hou niet van de bami, in het algemeen. Nee, en net zoals de snertsoep met spekjes. Snertsoep met ertessoep. Ja, snert, ertessoep en snert. Het is gewoon erwten hoor, soep eigenlijk. Ja, uit het pakje. Mag ik die emmer van jou? Uit het pakje, maar je hebt er weer nog andere ingrediënten in gedaan. Ja, tuurlijk had ik dat gedaan. Dat doe je altijd. Standaard soep is niet voor jou. Nee. Heel veel. Ja. Is genoeg voor mij. Is dit genoeg? Oké, okay. Prima. Kun je hem overhevelen? Hij is zwaar. Zo. Ik heb hier al de boenen voor je. Ja, draag je zo van mij. Deze hier. Ja, hier wat water van mij. Nou, ik ga even door en dan zien jullie straks dat ik helemaal hier al alles schoon en klaar heb. Zullen we dat afspreken? Ja, toch? Hè? Ja. Nou, wat jullie zien. De gasmaas is wel lekker schoon. Die heeft de Roderick gedaan. Ik heb de appelsammer gedaan en ik heb weer de onderkant van mijn pannen schoongemaakt. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien, jawel. Die waren echt vies. En dan heb ik deze weer gevuld, dat moet zometeen nog de koelkast in. Ja, niet heel erg gevuld hoor trouwens, maar oké. Dan heb ik daar nog vlees. Heb ik hier nog een voorraadkast. Ja, aardappelen en uien. Schoonmaakmiddelen. Het meest. Dat is gewoon eigenlijk voorraad. Meer niet. Kiro eten. Daar ook thee. Ook eten. En heb ik hier al beleg. Hier al. Met suikerbrood. Ja, lekker. Er wil iemand weer naar binnen. Hé, hey, Messi. Kom maar. Hé. Hey. Waar is je kind? Ben je weer naar binnen? Waar is kamp buiten dan? Die heeft zoiets van, nou, ik lig er wel even lekker bij. En die heeft zoiets van, nou, ik zit er wel lekker bij. Ja. Ja, alleen het beeld is een beetje nu donker. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Nee. En dan heb ik hier al mijn telefoon weer. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Jep, even kijken of we weer... Ja, kijk, ik heb genoeg. Ja. Dus die ga ik nog even bekijken. En dan ga ik even kijken hoe ver mijn vlog is voor 5 februari. Hoe ver die al in is geüpload. Kijk. Die is al 11%. Hij wil niet. Nee, wat ik wil. Nee. Nee, dan moet ik ook niet verder gaan. Inzoomen, dat schiet niet op, hè? Nee, hij wil niet wat ik wil. Nee, maar hij is nu dus 13% geüpload. Ja! Bij deze wil ik jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog weer onwijs keigaaf vonden. Zo niet heb ik pech gehad. Maar ja... ik zou zeggen, gooi dat blauw duimpje zeker omhoog. Ja. Gooi dat blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. En het is gratis. Laat even een comment achter onder deze video. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot mijn volgende vlog maar weer.